Oh, niet dem, ik heb koeien. Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom weer in een nieuwe video van Farming Simulator 2019. Zoals jullie rechtsboven bij het geld zien, heb ik 2 miljoen ingespand. Dit ga ik misschien vaker doen in de serie, want dan kan ik meer doen. Dan is het ook leuk. Hey, ga weg. Dan is het ook leuker voor jullie, want dan kan ik weer nieuwe dingen doen, zoals dieren kopen, nieuwe apparatuur kopen. Dat is gewoon veel leuker voor de serie. En ik heb ook stiekem weer afgekeken bij series, waardoor ik het weer beter weet. Maar het is een beetje een rare vraag, maar laten we een like achter als jullie het super awesome vonden dat Jan de Boer bij Expeditie Robinson had gewonnen. Ik wil zeggen, helemaal fanatiek aan het juichen. Ik was misschien iets te fanatiek. Ik was een beetje verslaafd aan Expeditie Robinson. Maar ik ben erachter gekomen hoe je sojabonen moet planten. En dan moet je gewoon een big bag met zaden kopen. En dan kan je zelf selecteren wat je wil, zometeen in de machine als het goed is. Hier hebben we de zonnebloemen geoogst. Dat hebben we al verkocht, ja. Sommige dingen hebben we gemist omdat die rotploeg niet werkte. Dat moeten we denk ik zo even opnieuw doen. Maar je kan dus hooibalen maken met tarwe. Waarschijnlijk ook met andere dingen. Ik weet niet of je dan meer verdient, maar dat wil ik gewoon doen. Want het ziet er gewoon satisfying uit. Hooibalen kan je dus ook aan koeien geven. Dus ik wil eigenlijk koeien gaan nemen. En dan ga ik dus met hooibalen ga ik dit veld ga ik allemaal verkopen, de hooibalen. En dit ga ik aan de koeien geven. Wat ik eerst even wil kijken, is met maaiers. Kan onze maaier... Kan die... Ja, we kunnen sojabonen. Okadakke. Maar ik wil dus nieuwe dieren gaan nemen. Maar wat ik dus eerst ga doen, is ik ga nieuw land kopen. Hier zitten aardappelen en hier zit helemaal niks. En hoe duur is dit? 200.000? Boeien. We gaan dit veld gewoon nemen. Hier, koeien. Dierenverblijven. Kippok, koeienweiden. Oké, welke willen we? Nou, ik neem gewoon deze kleine. Kleine? Oké, laat maar. Ik wil deze hier hebben. Oh, zo. Ja, kijk. Zo, ook nog dat we ruimte daarachter hebben. Nee, hij heeft echt een mini stukje van het veld verwijderd. Trouwens, het omweert. Zo, dat is wel echt satisfying hoor. We moeten koeien kopen. Daar gaan we zo wel even kijken hoe dat moet. Wat we dus nu nodig hebben is een baalding. Baaltechnologie. Wat willen we dan? Ik denk dat we gewoon deze nemen. Dit gaat zo satisfying worden, hè. Maar dit ding is best wel zwaar. Zullen we ook gewoon een tractortje erbij kopen? Onze miljoenen gaan zo snel achteruit. En dan denk ik ook wel gewicht. Misschien? Ja. Oké, we gaan ook voor een gewicht. Die ziet er wel geweldig uit. Zwart. Bam. Kopen. Dat kunnen we dus ophalen bij de winkel. Wat je ook nodig hebt om het aan de koeien te geven is een... Dit heb je nodig. En we hebben misschien ook nog wel een trailer nodig voor... Die kopen we ook wel alvast. Dan kunnen we alvast een tractor kopen. Een trailer om de hooibalen te vervoeren. Dan moeten we dus even kijken. Ja, dat wordt hem. Neem ook nog eventjes een tractor. Ik vind deze wel echt heel mooi. Ik vind deze echt heel vet. Kijk hoe beest die is. Holy damn. Ja, ik neem gewoon standaard voorlader optie. Ja, kopen. Ja. Dit maakt het wel echt veel leuker. Ik weet niet... Ik moet het allemaal juist doen, want ik heb zoveel om aan te denken. Nou ja, we zien het zo wel. Dit doe ik alleen voor dat er wat vooruitgang is in de serie. Nou, hier is dus alles. Misschien was die hooibaalmachine een beetje overdreven. Een nieuwe tractor. Hij is niet eens zo heel groot. Het is een middelgrote tractor. Baalpers inschakelen. Uitklappen. Past die wel op deze? Oké, ja, dat kan gewoon. Zo, dat draaien we even. Mensen zeiden dat dit een heel goed merk is, maar mensen zeggen ook dat andere goede merken zijn. Ik kies het gewoon zelf. Jullie mogen natuurlijk wel een beetje tips geven. Hiermee kunnen we dus de balen spiezen. We moeten ook eventjes een andere maaier nemen. Oh, ik ben helemaal excited. Kom op, Nova. Ik zet deze gewoon even hier neer. Sorry, doosje. Het spijt me. Deze is iets kleiner dan die bij de zonnebloemen. Laten zakken. Arbeider. Heerlijk. Hiermee kunnen we dus balen maken. Yes. Zometeen gaan we dus eventjes het volgende ophalen. Ik ga eerst even koeien kopen. Oh, dierenvenster. Oh. Een kameel.
Ik ga lekker gewoon zwart-wit. Ik ga ze niet slachten. Nooit. Gewoon alleen melk. Dat mag toch wel? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, niet damn. Ik heb koeien. Kijk hoe vet het is. Ze bewegen echt. 20, ja. Oké, dat is heel vet. Yo, ben je lekker bezig? Oh, je bent zeker lekker bezig. We hebben gewoon koeien. Dat is zo vet, maar we moeten ze ook nog water geven. Maar eerst gaan we nog even bij de winkel wat ophalen. Ik ga tegelijkertijd gewoon meteen met een voertuig erheen. We kunnen deze gebruiken de hele tijd voor de aanhangers. Want we hebben deze. Dus dan moeten we deze eventjes ergens droppen. Moeten we eigenlijk achteruit inparkeren. Ik wil gewoon even snel haasten. Er is zoveel te doen. We zijn gewoon hier aan het oogsten. Zometeen kunnen we daar nog balen van maken. En zijn we al echt lekker bezig hoor. Ja, we moeten dus nog die velden aan elkaar ploegen. Dit is ook ons veld trouwens. Oh ja, daar moeten we ook nog allemaal dingen mee gaan doen. Daar moeten we ook nog gaan zaaien. Wat ik dus even ga doen. Ik ga off-cam al die velden zaaien. Wat moet ik zaaien op veld 19 en 23? En dan ga ik dat dus even off-cam doen. Het duurt misschien wat langer voordat de volgende video is. Want ik moet natuurlijk wachten op comments. En dan ga ik dat daar gewoon zaaien off-cam. Oeh, kijk uit joh. Trouwens, bij de bushalte bij mijn school is er een tractorshop, hè. Dat is zo vet. Je ziet dan allemaal tractoren en allemaal machines en zo. Dit is zo gek hoe dit kan. Maar ja, nee, ik ben er gewoon blij mee hoor. Ik ben er gewoon blij mee. Met hooibalen ga ik het wel even iets mooier doen. In het echt zie je dat ze hooibalen ook inpakken in plastic al meteen. Dan zie je ze zo in plastic, zie je ze daar op het veld liggen. Nou, we even lekker naar huis rijden. Ik weet echt niet waarom ik deze smalle banden heb gegeven. Hier hebben we de zaadjes. En dan kunnen we dat veld gaan zaaien. Maar eerst moeten we dan nog kalk en zo en dat soort dingen doen. Maar volgens mij hoef je al die dingen met kalk en zo hoef je allemaal niet te doen. Maar dan is je opbrengst gewoon groter. Het is niet zo handig dat ik hem zo hier zo heb neergezet. Of tenminste dat ik die Fiat had verkocht. Oh nee, dat kan gewoon. Ik kom er serieus nu pas achter. Ik kan het zaad ook gewoon verwisselen, zo. Zo dom. Maar ik heb tarwe gekocht. En dat kan ik dus ook gewoon veranderen. Zo. Daar afgeduwd. Ja, ik weet het. Mensen zeggen ook in de comments dat ik niks mooi neerzet. Ik wil gewoon lekker aan de slag. Dus daarmee kunnen we al meteen zaden met dat. En dan moeten we nu voor de laatste keer naar de... Wat doe je? Je zit vol. Oh, dat had ik niet verwacht. Dan moeten we eventjes die trailer pakken. Waar is die? Oh, daar. Oké, hij zit dus nu al vol. Pakken we deze even. Start de motor. En dan kan hij dus nog dat kleine beetje doen. Nou, dan gaat dit ding ook al vol zitten hoor. Oh, deze oogst is zo geweldig. En hooibalen, dat wist ik niet eens. Dat is gewoon veel handiger om dat daar neer te leggen. Dan verdien je zelfs nog meer. Aan de balen verdien je en aan de tarwe, zeg maar. Zit er nog wat in? Nee. Ik kom eraan. Rust eraan, joh. Deze oogst is heerlijk. Zo, en dan ook nog met dat andere veld erbij. Dit gaat helemaal vol lopen. Yo, dit moeten we eerst verkopen. We zijn gewoon over de helft. Yo, lekker bezig aan Matte. Hij is klaar met werken. Nou, dan kan je meteen even aan het volgende beginnen. Maar goed dat we deze middelgrote tractor hiervoor hebben genomen. Oh, hij is dik. Wat? Dude, waarom heeft iedereen zoveel onkruid op zijn veld? Haal het weg. Terwijl hij dus dat andere veld doet, ga ik dit veld met de balen doen. In de volgende video gaan we dan misschien wel voeren aan de koeien. Of dat kunnen we ook nu doen. Weet je wat? Ik ga niet zaaien deze aflevering. Dan ga ik wel gewoon off-cam doen. Leef je nog? Ja. Ik ga even kijken of die werken nog leefde. Oké, here we are. Laten we op 13 doen. Ik wil het even slow doen. Here we go. Ja, kijk, het vult. Het vult. Zie je dat? Zie je dat? Ik moet wel even opletten. Als het helemaal is gevuld, komt er een hooibaal uit. Halleluja. We gaan de eerste baal zien. Moet je hem er zelf uitpersen. Daar is die. Dat zien jullie na de reclame. Kijk, hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Hij gaat eruit. Dude. Moet hij er niet uit? Ja, je hangt er nu voor de helft uit.
Kom op. Hij gaat bijna pleuren. Oh, kijk, daar gaat hij. Ja, je ziet hem. Je moest hem al lossen. Nu staan er daar twee achter elkaar. Oh, dus je moet hem dan eventjes omhoog halen en dan kan je hem lossen. Maar je kan hem dus gewoon de hele tijd door laten gaan. Dus nu staan hier de twee. Oké. Ik vind dit heel vet. Kijk hoe satisfying dit is. Zit helemaal vol. Zeg even in de comments of jullie willen dat ik meer of cam ga doen. Torwe! Feels good. 40.000. Netjes hoor. We hebben geoogst, hè? We hebben geoogst. Het is gewoon gelukt. Ik heb alles gewoon goed gedaan. En kijk, hier komt net geen hooibal. Echt net. Wat ik alleen nog eventjes wil doen, is ik ga misschien nog zo'n shed kopen. Kijk, dit is een mod, maar hierdoor crasht die, dat weet ik. Zal ik een silo kopen? Het is gewoon geinig. Hey, boeien, ik vind het er gewoon vet uitzien. Ik vind het gewoon hartstikke leuk om te hebben. Ik ga de silo, denk ik, hier ergens neergooien, hier. Want dan kunnen we altijd nog hier links uitbreidingen aan maken. Yes, we hebben hier een silo! Ik wil nog zoveel doen, het is zo leuk als je zoveel geld hebt. Kijk, nu maakt het niet uit als ik eventjes wat waste. Hoe haal ik het eruit? Oh, kijk, daar. Daar haal je het eruit. Dus dat zit nu in deze silo. Ja, daar komt het uit. Laat een like achter als je het wel eens vond. En ik heb in deze video veel meer gedaan. Wat heel erg fijn is. Misschien spannen nog... Nou, niet meer spannen. We hebben 1 miljoen uitgegeven. En we hebben best wel veel nieuwe dingen erbij. Dus we kunnen nog meer nieuwe dingen erbij kopen. In ieder geval, ik zie jullie bij de volgende video. Later!